Beste kijker, vandaag hebben we het over seksbelasting. In minder dan een jaar heeft de belastingsautomaat in de tippelzone van Bonn ongeveer 29.600 euro opgebracht als aanvulling van de stadskas. Bij de belastingsautomaat, een omgebouwde parkeermeter, moeten straatprostituees voor 6 euro een ticket voor de nacht kopen, voordat ze hun beroep verrichten op een terrein met werkboxen. Bonn had met de omgebouwde parkeermeter een voortrekkersrol die in de hele Bondsrepubliek en internationaal opzien baarde. Sinds begin 2011 werd reeds in bordelen en saunaclubs een seksbelasting ingevoerd waarmee de stad sindsdien 470.000 euro heeft ontvangen. Zo'n twijfelachtige verhoging van ontvangsten dankzij de seksbranche zou de stad Bonn juist niet tot eer moeten strekken. Toch tolereert ze door zo te handelen onuitsprekelijk onrecht van vrouwen- en meisjeshandel. Hierbij worden ook gezonde gezinsstructuren aangetast, bijvoorbeeld door echtgenoten die naar een bordeel gaan, waardoor, terloops opgemerkt, een veel grotere economische schade ontstaat dan wat met de seksbelasting kan ontvangen worden. Ook in Zwitserland zijn er navolgers. Zo heeft het gemeentebestuur van Zürich op 9 januari 2013 meteen twee seksbelastingsautomaten in gebruik genomen. Daarmee plaatst de stad Zürich zich op de lijst van diegenen die met het seksbedrijf hun belastingsontvangsten willen verbeteren. Dit was Klaagmuur TV. Tot de volgende keer.